ook een Fisher Farm trend zijn de couverts. Dat geeft toch altijd een hele classy uitstraling. En verder hebben we natuurlijk heel veel nieuwe collecties. Die we jullie weer heel graag laten zien. Dus enjoy! Stylingavonden. Corona-proof natuurlijk wel te verstaan, want eigenlijk is er heel veel vraag naar en dat snappen we natuurlijk wel. We zitten in een hele rare wereld in de coronatijd en we missen toch de sociale contacten. Veel bedrijven die hier voorheen een private stylingavond hebben, ja, heel veel mensen werken thuis. Dus wij hebben besloten dat we de private stylingavonden corona-proof gaan doen. Dat betekent maximaal 12 dames. Dat betekent dat wat we normaal gewend waren bij ontvangst met z'n allen om de koffietafel, dat wordt opgedeeld in twee groepjes. Dus met z'n zessen even chillen, de rest gaat alvast even shoppen en dat wisselen we. Zo houden we alle regels in acht, houden we het heel gezellig, maken we een fantastische avond. Ja, en volgens mij is dat voor iedereen heel erg belangrijk in deze tijd. Dus heb je er zin in, met 12 dames, of totaal 12 dames, laat ik het goed zeggen, kun je vast een mailtje sturen naar onderstaand mailadres. Heb je al een datum in je hoofd, kan je dat natuurlijk doorgeven. Dan nemen we contact met je op, je mag ook bellen naar de winkel. En dan gaan we gewoon een fantastische avond maken. Volgens mij hebben we daar allemaal weer heel veel behoefte aan. En het is hier altijd hartstikke gezellig. Dus dat gaat goed komen. We wachten het af. Bedankt.
outfit weer, hoor, Heidi. Gaaf, hè? Heb je goed uitgezocht? Ja. En wat vind je van die jasje? Ja, mooi. Mooi, hè? En ik begreep, dat vind ik zo gaaf, hij is reversible. Dat klopt, kijk. Ja. Hij is helemaal super. Super. Goed hoor. Leuk? Leuk, hè, Mo? Doe je goed? Elke week een nieuwe collectie. Zo kunnen we lekker snel roleren. We hebben van alles ook maar een paar items. En dat houdt de collectie heel spannend. En we hopen eigenlijk dat jullie dat ook zo ervaren. Dus bedankt voor het kijken. See you in store. Bye! Ja, wow! Die was goed!